De casus is een wijk, ja, 60-70 wijk in Katwijk. Een buurt van ongeveer 500 woningen. Op de volgende plaatje zien we de uitleg. Er zijn relatief veel huurwoningen, circa 300. Koopwoningen 200, logischwijs. We werken hier aan een theobron uit de Rijn. Met oppervlaktewater uit de Rijn. Thea is ook overwogen, maar die behouden we eigenlijk. Dus energie uit afvalwater, er is een groot riool. Die loopt aanpalend aan de wijk, maar die behouden we eigenlijk voor een ander deel van Katwijk. We verwachten dat we in 2028 dit gerealiseerd hebben totaal. En de CO2-besparing is 65%. De volgende. Nou, wat heel belangrijk is, is ja, welke kosten zijn voor de bewoner. Dit is eigenlijk het klantaanbod die we aan de bewoner geven in Katwijk. Dus voor gemiddeld 380, 8300 euro zijn de kosten. En dankzij de subsidie, PAW-subsidie, kunnen we deze grotendeels voor de bewoner betalen in een subsidievorm. Maar ook buiten, naast de rijksbijdrage van de PAW, is er ook natuurlijk de rijkssubsidie voor aansluitingen, die is ongeveer 3300 euro. Dus dit is ook goed mogelijk zonder een PAW-subsidie. Volgende, alsjeblieft. Ja, nou. En dit is eigenlijk de essentie van wat zijn de rollen hierbij. We hebben gekozen om het eigenaarschap te splitsen. Dus de gemeente wordt juridisch eigenaar, het bovenste blauwe vakje. En die heeft dus geen verantwoordelijkheid voor hoe het warmtenet wordt ontwikkeld en de levering van de warmte. Dat ligt bij de economische eigenaar. En dat is, dat kan de marktpartij zijn, zoals ETEC, maar ook Natuurlijk, Coviran. In ieder geval een partij die een ACM-vergunning heeft. En het gaat, waar we voor gekozen hebben, is voor economische eigendom voor 15 jaar. Nou, en dat geven we eigenlijk uit als concessie. En dat is eigenlijk het verhuren van de mogelijkheid om de warmtenet warmte aan te bieden middels een warmtenet. Nou, bij bewoners gaat de gemeente alvast kijken of er interesse is. Nou, uit onze ervaringen en andere ervaringen volgens de Motivaction blijkt dat de bewoners vooral bezorgd zijn over de betaalbaarheid. Wij geven in de aanbesteding, dat is de uitvraag, geven wij bewoners directe invloed op de keuze van het warmtebedrijf. En de andere stakeholders, zoals de woningcorporatie, die mag. Daar stemmen we de voorwaarden af die ook in de uitvraag zit. En wat je ziet rechts onderin is dat bij die business case die eerder al vanochtend is besproken, wat heel belangrijk is, zijn de kapitaallasten. Die zitten in de markt ongeveer 6 of 7%. En dat drukt de betaalbaarheid. Meestal wordt de business case ook voor een termijn van 30 jaar berekend. En dan moet hij het warmtenet helemaal betaald zijn. Graag de volgende. Dit is dan de business case voor Katwijk. En dan zien we dat we eigenlijk over 30 jaar de business case betaald is. De totale som is ongeveer 6 miljoen. De investering voor die 500 woningen. En de groene gestippelde streep verticaal is eigenlijk dat is bij 15 jaar. En dan loopt de concessieovereenkomst met de warmtebedrijf af. Op dat moment kan de gemeente kiezen of ze neemt het warmtebedrijf in eigen beheer. Hè, dat ze ook het economisch verantwoordelijk worden. Met het eigen warmtebedrijf, gemeentelijk warmtebedrijf. Of ze besteden het nog een keer aan voor 15 jaar. Of ze kunnen tweemaal verlengen met 5 jaar. Het bestaande warmtebedrijf. Mochten ze niet verlengen,
Dan krijgt het warmtebedrijf die de eerste 15 jaar heeft de concessie heeft gehad, krijgt een exitsom van ongeveer 2,5 tot 3,5 miljoen. En daarmee is het voor die bedrijven het hele plaatje financieel rond te maken. Het totale doel eigenlijk is natuurlijk om de gemeente regie te blijven houden. Dus niet alleen aan het begin van het opzetten van een warmtenet, maar ook bijvoorbeeld na 15 jaar. De gemeente is dus, heeft geen verantwoordelijkheden in het verstrekken van de warmte. Maar zorg heeft wel, kan wel druk uitoefenen op basis van de concessieovereenkomst voor het beter functioneren van de leverancier richting de bewoners, richting de klant. Nou, kan dit beter? Ja, dit kan nog beter. Dit kan nog betaalbaarder. De volgende alsjeblieft. Ja, wat we nu kunnen doen, dankzij de Bank Nederlandse Gemeenten, is dat de gemeente, de financiering, dat de Bank Nederlandse Gemeente het hele warmtenet kan financieren. Dat betekent eigenlijk dat de kapitaallasten sterk worden verlaagd. En dat draagt direct bij aan een betere betaalbaarheid voor de bewoner. Dit heeft voor de gemeente op de begroting een neutraal effect. En heeft geen effecten op de leningscapaciteit van de gemeente. Want de warmtenet is als eigenlijk het onderpand van deze financiering. Ook de hele voorbereiding, dus de advieskosten, kunnen hiermee gefinancierd worden. In de komende jaar beginnen we met de eerste verkenning voor deze aanpak met de Bank Nederlandse Gemeente. En wat we ook naartoe willen is standaardisering van de onderzoeken van de klantaanbod, van de overeenkomsten die je met de stakeholders hebt, waardoor je eigenlijk naar 50% van de kosten moet gaan van de huidige PRW-projecten. Dat is eigenlijk de bottom line. Nou, deze aanpak, de grove aanpak, wordt samen mogelijk gemaakt door Rotterdam Engineering. Die zijn heel gespecialiseerd in al het leidingwerk onder de grond. DWA is gespecialiseerd in gebiedsaanpak en installaties van gebouwen. En de Bank Nederlandse Gemeente natuurlijk, die gespecialiseerd is in financiering. Dus dat is het verhaal. Dank u wel. Ja, dank je wel, heer Wenne. Goed te zien dat er concrete projecten komen, ook voor bestandenbouw. De aanpak is origineel, hè, met een juridisch eigendom van de gemeente. Op die manier kan de gemeente de regie houden. Hebben jullie vragen? En aan de andere kant de financiering van BNG. Het voordeel vooral is dat er geen gevoel is voor de leencapaciteit van de gemeente, als ik goed begrijp. Hè? Klopt. Heel veel gemeentes hebben nu al best wel veel geleend. Voor andere doeleinden. Dus de leencapaciteit is veelal beperkt. Met deze financieringen, omdat het op de warmtenet rust. Dus dat is de. Gaat het niet van je leencapaciteit af van de gemeente? Ja, klopt. Precies. Oké. Okay. Nou, mooi. Interessant. Dankjewel. Ik weet niet of Pieter of wij vragen hebben vanuit het publiek. In de chat nog niet, Daniel. Ik heb zelf wel een vraag, Gerben. Je zegt de leencapaciteit en de financiering hier op het warmtenet. Is het dan een traditionele projectfinanciering die hier op de BV gezet is? Deels is een koppeling gemaakt bij de gemeente op het juridische eigendom, hè, wat dan in de PV plaatsvindt van de gemeente. Ja. En het andere deel is in de concessieovereenkomst wordt die gekoppeld bij de warmteleverancier, zodat er wel eisen worden gesteld aan de kwaliteit ook van toegepaste materialen. Ja, maar ik bedoel vooral, is in dit geval dan specifiek, hè, het warmtenet als onderpand voor de financiering ingebracht.
Ja, Ja, klopt. oké, okay, ja, oké, okay, ja, oké. Okay. Hey, ik vind Katwijk een heel mooi voorbeeld, Gerben, van een gemeente die echt de regie oppakt, zoals die ook in de warmtetransitie bedoeld is. Complimenten voor Katwijk hierin, ook dat ze de ballen hebben om dat te doen. Maar weet je toevallig, zijn er nog meer gemeenten die een dergelijke voorbeeldrol echt pakken? Ja, we zijn in gesprek met een aantal gemeentes, maar zo concreet als we in Katwijk hebben gedaan, ben ik nog niet eerder tegengekomen. Ja, behalve bij Energierijk Den Haag, waar we dan ook met de lokale overheid, provincie en de Rijksoverheid deze opzet vergevorderd zijn, hebben niet, zijn geen andere gemeentes die dit zo hebben opgepakt. Oké. Hey, ik heb nog een andere vraag. Via de WhatsApp komt die binnen ook, hè? De specifiek Katwijk, hè? De bewoners beslissen mee met welke partij gaat uitvoeren. Hoe werkt dat precies? Kun je dat iets uitleggen? Ja, we werken met digitaal platform en daar kunnen bewoners bijvoorbeeld kiezen in de aanbesteding waar de punten heen moeten die de gegadigden kunnen verdienen. En dat is bijvoorbeeld in Katwijk is een belangrijk hoofdstuk nog meer betaalbaarheid of nog meer duurzaamheid of betere betrouwbaarheid. En zij kunnen dan de punten verdelen van welke onderdeel weegt het zwaarst. Nou, en vervolgens, een maand later, kunnen ze dan kiezen van welke warmteleverancier heeft het beste plan voor de klanten. Hoe om te gaan met klanten, hoe om te gaan met geschillen. Nou, de bewoners kiezen dan direct welke plan zij het beste vinden. En die partij krijgt dan ook die punten die daarvoor staan. Dus ze hebben directe invloed op het aanbestedingsproces. Oké, okay, dankjewel. Mooi, Ja, dan terug naar super. Daniel. En in welke fase zitten jullie? Jullie gaan richting aanbesteding, volgens mij. Klopt het, Gerben? Ja, we zijn de aanbesteding is gaande. We zitten nu in de dialoogfase en we verwachten in februari dat de aanbiedingen liggen.